Welkom iedereen. We gaan een presentatie houden over GraphQL. Ik ben Mark Verwende, ik werk bij Immer. Inmiddels al zo'n ruim 10 jaar ervaring met Drupal, maar ik doe ook heel veel Node.js en React. Het zijn we steeds meer bezig om naar headless websites te gaan doen. En daarvoor gebruiken we tegenwoordig heel veel GraphQL. Daar heb ik al gemerkt dat het voor heel veel mensen een beetje nieuw is. Nog niet heel veel mensen daar echt mee bezig zijn. Dus ja, ik hoop in ieder geval in deze presentatie daar in ieder geval wat te laten zien en mensen daar enthousiast over te maken. Ik ben ook heel erg fan van API first. Dus eerst je API ontwikkelen en dat bedenken en dan inderdaad pas door de frontend te gaan bouwen. Iets harder praten. Ja. Natuurlijk geen SOAP en geen XML-RPC, maar vroeger heel veel met REST API's. En steeds meer ook GraphQL. Nou, wat we vandaag gaan doen. In ieder geval wil ik even beginnen met even stap terug. Ja, welk probleem tracht GraphQL eigenlijk op te lossen? Waarom is dit bedacht en waarom nou juist dit en waarom geen REST? Laten we ook voorbeelden zien hoe het wordt gebruikt. Introspection, daar kom ik zo even op terug. Het gaat eigenlijk over hoe je van buitenaf kan zien wat er in die API zit. Tenminste, een beetje implementatie in Drupal. Ik laat ook heel kort even implementatie in Node.js zien. Ik ga het hebben over de type system, conventies en over security. Nou, ik zal niet helemaal heel uitgebreid vertellen hoe je het moet implementeren, maar ik wil vooral eigenlijk gewoon wat aspecten laten zien. Wat de voordelen zijn, wat de nadelen zijn en ook vooral waar moet je nou op letten als je dit gaat implementeren. Goed, het probleem dus. Zoals we eerst begonnen heb je een datamodel. Stel bijvoorbeeld we hebben een article, we hebben een comment en die wordt geplaatst door verschillende users. Nou, dan hebben we dus een simpel datamodel. Vervolgens gaan we kijken welke endpoints we dan kunnen bouwen op basis van dat datamodel. Ja, dit is dus een voorbeeld voor REST. Dan hebben we dus get/article, haalt een lijst op van artikelen. En dan get/article 1, 2, 3 om één artikel op te halen. Nou, en dus de post, update en delete om dus de hele, alle CRUD-acties volledig te hebben. Dan gaan we de implementatie beginnen. Dus we bouwen de frontend dan op basis van de beschikbare endpoints. Als we dat aan het doen zijn, dan komen we bijvoorbeeld achter dat als we lijsten op willen halen van artikelen, of we hebben één artikel halen op, dat we dan de naam van de gebruiker die dat heeft gepost willen laten zien. En dat hoeft niet per se in de respons te zitten van die API-call. Want in het datamodel heb je eigenlijk bij een article een user ID. En met alleen de user ID, dat is wat ik wil tonen. Dus soms krijg je dan dat je eigenlijk nog een request moet doen om bijvoorbeeld die naam hier op te halen. Nou, dat kan je dan weer optimaliseren. Dus dan geef je in request get/article 123 geef je ook meteen de naam van de gebruiker terug. Dus dat is de eerste optimalisatie die je doet. Dan krijg je ook nog een probleem, want stel dat we een dashboard hebben waarin we het laatste post willen laten zien en de laatste comments, of een homepage, dashboard, maakt niet uit hoe je het noemt, maar we willen eigenlijk meerdere dingen laten zien en elk blokje heeft dan ook zijn eigen request nodig, waardoor je dus steeds meer request krijgt naar het server en dat is natuurlijk eigenlijk ook niet nodig, maar goed, het zou natuurlijk beter zijn om dat in één request te binden. Dus dan gaan we een nieuw endpoint maken, get/dashboard. Nou, die geeft dan terug de laatste post en de laatste comments. Maar wat we nu eigenlijk hebben is gewoon geen REST meer. Want REST was natuurlijk
Representational Transfer Protocol. State Transfer, sorry. En Get Dashboard, haal een dashboard op. Ja, dat is eigenlijk niks. Ja, dus ze krijgen een hele rare API krijgen dan met heel veel ad hoc endpoints. En vraag af, is dat eigenlijk echt een probleem van REST? Want XML RPC of JSON RPC, maakt niet uit, maar en ook SOAP, die zijn echt gebaseerd op functies. En dan zou dus een GET dashboard of ja, doe orde, dat zijn prima toelaatbare functies. Maar goed, het is natuurlijk een beetje appels met peren vergelijken, want SOAP en RPC zijn heel erg bedacht vanuit transacties. En ja, het is toch niet zo geschikt, niet echt goede fit om een headless frontend te bouwen. Maar goed, even samengevat het probleem. Ja, als we dan daar op basis gaan ontwikkelen, dan gaan we heel veel zoeken in documentatie om geschikte endpoints te vinden die teruggeven wat we nodig hebben. En als we het niet hebben, ja, dan hebben we nog andere endpoints nodig. Je had natuurlijk even andere extra calls nodig. Het N plus 1 probleem, dat is dat als je een lijst ophaalt van bijvoorbeeld artikelen en je wil dan dus die namen nog bij hebben, je hebt daar een extra request voor nodig. En voor elk item uit de lijst heb je nog een extra request nodig. Dus 10 items in de lijst is 11 requests. Ja, snap natuurlijk dat als je heel veel van dat soort ad hoc endpoints gaat bouwen, dat de onderhoudbaarheid natuurlijk ontzettend slecht wordt. Want ja, als iets gaat veranderen aan datamodel, heb je ook steeds meer endpoints om aan te passen. Ja, bij Facebook was dat een behoorlijk groot probleem, want ze hebben heel veel third-party integraties. Ja, met name widgets die dus op die homepage te zien waren. Of, ja, in ieder geval gewoon zodanig veel dat het eigenlijk niet mogelijk is om voor al die widgets en aparte ad hoc endpoints te gaan bouwen. Dus ergens voor 2007 of in 2007 zelf hebben zij bedacht, nou, de server specificeert precies welke gegevens beschikbaar zijn, dus eigenlijk het datamodel. En de client vraagt dan precies op welke gegevens nodig zijn en de server stuurt precies die gegevens terug. Nou, die oplossing die heette Facebook Query Language. Dat was nog geen GraphQL. Dus dat was in 2007. Ja, het leek natuurlijk heel erg op SQL. Het was natuurlijk een beetje een dialect. Zoals UID is me, een beetje rare syntax dingen, maar goed. In basis was het dus echt SQL queries die je die client naar de server stuurt en wat wordt gewoon uitgevoerd. Ja, daar had je dus er is geen joins in, maar je had wel best nog wel wat complexere dingen, zoals subqueries. Maar omdat je geen joins had, was het nog steeds niet altijd mogelijk om relaties op te halen. Daarnaast is natuurlijk een veilige implementatie is natuurlijk niet echt. Als je dit namelijk met je MySQL database zou doen, is het natuurlijk gewoon direct een SQL-injectie. Kan je natuurlijk wel iets meedoen met MySQL gebruikers en andere rechten, maar ja, je snapt dat het niet echt iets is wat even makkelijk geïmplementeerd kan worden. Zo, ergens in 2012 of iets daarvoor zijn ze dat probleem iets gaan overdenken en toen bedachten ze wat nou als de server precies laat zien welke gegevens beschikbaar zijn, datamodel dus, en dan kan de client precies opgeven welke gegevens nodig hebben en stuurt de server precies die gegevens terug. Maar goed, ja, klinkt een beetje als SQL dus, maar ze waren toen al iets verder en toen kwam dus GraphQL. GraphQL is bij Facebook al in gebruik sinds 2012, maar het is open source gemaakt in 2015, geloof ik in juni of juli of echt de zomer. Het is nog wel relatief jong in de open source wereld. En GraphQL ziet er ongeveer zo uit. Wat je links ziet is dit is eigenlijk de query die uitgevoerd wordt. Dus ze zeggen ik wil de laatste 10 artikelen hebben. Daarvan wil ik het ID, de titel, de body en ik wil de naam van de auteur hebben. Ah ja, en ik wil ook de laatste 10 comments hebben. Ik kan ook weer vast een beetje LFP weggelaten. Dus dit is eigenlijk wat ik eerst had. Volgens mijn request get/dashboard zou dus deze query kunnen zijn. Dan krijg je dat terug. Articles is een array met article objecten. En dan krijg je ook comments terug, dus ook een array
Nou, er staat precies de velden in die ik heb. Dus de structuur van mijn respons is eigenlijk precies gelijk aan, aan de query die ik uitvoerde. Ja, dat kan ik dan gebruiken in bijvoorbeeld een React frontend. En ja, zijn er mensen die heel veel met ES6 al gewerkt hebben? Of is het echt totaal aan het gedaan? Maar voor degenen die nog niet mee hebben gewerkt, dit is wel van ieder JavaScript. En dit is een complete React component, wat de laatste 10 artikelen kan tonen op basis van die GraphQL query. Het is voor de rest ook aan de frontend, ja, wat natuurlijk is boilerplate code nodig om meer connectie op te zetten en de standaard structuur van de applicatie. Maar voor de rest is dit genoeg om gewoon die lijst te tonen. Dus er is heel weinig code nodig aan de frontend om die API aan te spreken. Dus ja, is het dan ook tijd om de rest maar gewoon weg te gooien. Nou, Facebook is er eigenlijk op zich vrij duidelijk in. Het is, GraphQL is vooral eigenlijk een extra API voor de frontend. Maar GraphQL is niet de oplossing voor alles. Zo bijvoorbeeld de file uploads, ja, dat is niet zo goed mogelijk. Dus voor bepaalde dingen zou je nog steeds REST API's gebruiken. Ook integraties met andere systemen ga je waarschijnlijk niet via GraphQL doen. Is het ook helemaal niet voor bedoeld. Is het eigenlijk alleen voor GET bedoeld? Nee, je kan wel terugposten, ja. Ja, dit is nog een ecosysteem eigenlijk. Toen Facebook GraphQL open source heeft gemaakt, toen hebben ze daar nog een paar dingen bijgeleverd, om het zo maar te zeggen. Het is namelijk de implementatie van GraphQL, de parsen en om queries uit te voeren, geschreven in Node.js. En ze hebben ook een grafische interface in React geschreven en dat noemen zij GraphQL. Ja, daarnaast zijn ook nog wat add-ons en browsers in editors beschikbaar. Die plugins in editors doen bijvoorbeeld autocomplete op basis van het schema. De add-ons in browsers die laten bijvoorbeeld die request beter zien. Ja, als je request stuurt naar het server, ja, dan kan je natuurlijk wel in je netwerktap die request zien, maar goed, het is natuurlijk allemaal verpakt in een ander pakketje, om het zo maar te zeggen. En die laat het gewoon net te zien. Nou ja, goed. Er zijn dus hier en daar wat van dat soort toertjes beschikbaar. Ja, is GraphQL een hype? Nou, ik denk het persoonlijk eigenlijk niet. Want er is heel veel aandacht besteed aan developers. En je merkt ook gewoon dat het, ja, als je even aan gewend bent, heel prettig werkt en gewoon snel daarmee iets kan bouwen. Dus het scheelt echt ontwikkeltijd, ook vergeleken met de REST API. Dus ja, omdat het gewoon een blijvend voordeel heeft, denk ik dat het gewoon geen hype is en dat het zeker zal blijven. Nou, gaan we het even over hebben over de implementatie in Drupal. Ja, in Drupal heb je de GraphQL module. Die is geschreven door wat gasten van Enesi Labs. Die zijn er al vrij vroeg mee begonnen. En we kunnen het natuurlijk gewoon op de gebruikelijke manier installeren. Compose UI, Drupal GraphQL, zet het aan. Er zitten eigenlijk twee modules in, GraphQL en GraphQL Core. Nou, daar zit er meer in, maar kom ik zo op terug. GraphQL Core is niet de core van de GraphQL implementatie zelf, want dat is een GraphQL. Maar GraphQL Core is eigenlijk de implementatie voor de core van Drupal. Ik zal het zo even voorbeeld laten zien. Ja, op de... Als je dan kijkt naar de projectpagina, dan begint dat wel even met de waarschuwing. Please note that our documentation is outdated and in dire need of rewriting. Nou is het zo dat heel veel projectpagina's wel een beetje demotiverende teksten hebben. Ik krijg er altijd een beetje kriebels van. Maar gelukkig gaat het verder van, this is due to the vast amount of improvements and additional features we've added to the module recently.
Oké, nou, eerst even kijken, is het waar? De code wordt beheerd op GitLab in eerste instantie, of GitHub in eerste instantie. Gezien de laatste commit is van vorige week. Ja, dan kijken we even naar de releases die ze hebben gedaan. Nou, de laatste release is van 9 maart, dus dat is ook nog wel daarvoor van 9 februari. Dus er wordt nog wel regelmatig een release gedaan. Ja, als we kijken naar de laatste release note, also known as the Big Web Owners GraphQL PHP Migration. Oké, daar zal ik zo even op terugkomen. Maar goed, ja, het is dus tijd om even vieze handen te krijgen, want we willen dus even de live demo laten zien. Nou, dan heb ik een Drupaltje opgezet. Ja, zie je niet zo heel veel aan te zien, want dit is natuurlijk gewoon de standaard Insta profile met een article notes. En steeds aanklikken. Oh. Ik heb een paar comments opgezet. Ja, dus we hebben eigenlijk hetzelfde datamodel als ik eerst had: articles, comments en users. De GraphQL tool die zit ook in de Drupal module. Die is standaard beschikbaar op /GraphQL/Explorer. Ja, dat gaan we even laten zien. Dus als we beginnen met een query en dan kunnen we zeggen node by ID. Dan kan ik bijvoorbeeld node nummer 1 ophalen. Ja, dan worden standaard al een paar velden erachter gezet. Nou, zelf ook wil entity label. Is het trouwens goed zichtbaar voor iedereen? Oké. Okay. Ja, ik heb iets groter maken. Entity label, entity type, bundel, niet zo relevant. Ja, goed. Note die 1 is bijvoorbeeld testartikel. Nou, daar wil ik dan ook mijn body bij hebben. Dit moet ik even... Nou, dan zie ik dat dus ook mijn body zo makkelijk erbij kan doen. Dat .. on node article zal ik zo even verder uitleggen. Maar wat wel handig is, als je dit ziet, is dat eigenlijk je query al automatisch een beetje aangevuld wordt. Dat is niet zeg ik heb die semi heb ik niet nodig, ik wil eigenlijk alleen maar, ik wil alleen maar process versie hebben. Hou ik dat weg en dan zie je dus ook in het resultaat dat het ook weg is. Nu wil ik bijvoorbeeld ook de gebruiker hebben, dus de auteur of... Dat had ik ook weer, dat zou het wel kunnen zijn. Nou, even kijken wat daarin zit. Ja, komt wel even een bulk mee, maar... entity label, nou, admin, ja, dat is inderdaad mijn gebruiker. Dat kan ik ook nog een beetje hernemen, wat je noemen. Dus maak er auteur van. Ja, zie je ook weer terug in het resultaat. Ja, dan wil ik ook nog de comments bij hebben. Ga ik die nog even hier gaan zetten. Dus als ik hier comment intyp, dan zie ik bijvoorbeeld reverse entity ID comment. Nou, ik kan even kijken wat zit erin. Naast de autocomplete kan ik er ook op klikken. En dan zie ik hier ook de documentatie van het schema staan. Ja, hier zit niet heel veel documentatie aan, maar als ik dan daarop doorklik, kan ik ook precies zien welke velden er zijn. En deze informatie die komt dus uit het schema wat de server teruggeeft. Dus de server specificeert inderdaad welke gegevens zijn beschikbaar. En het opvragen daarvan en eigenlijk het hele systeem ook om te kijken welk type dit dan is, dat noemen ze dan introspection. Dus dat is in ieder geval een term wat Facebook zelf heel veel gebruikt. Nou, ga ik even verder naar die comments. Reverse NTID comment. En P's, dan is het. It...
Kijk, nou zie ik dus ook hier een lijstje van mijn comments terugkomen. Nou, dat kan ik dan ook nog weer eens verder gaan filteren, sorteren. Google Field Created en dan wil ik Direction omgekeerde volgorde. Ja, dus daar, ja, dat kun je weer iets anders zetten. Ja, dus op die manier kan je eigenlijk heel snel uitproberen wat er nou mogelijk is. En wat je hier ziet is alleen maar het aanzetten van GraphQL-module en dus de GraphQL-core-module. Voor de rest heb ik niks aangezet, ik heb niks geconfigureerd, ik heb niks... Terwijl dit is het. Ja, en dan eigenlijk nog even één ding om te laten zien. Nu hou ik natuurlijk enkele node op, maar dit is ook node query. Nou, kan ik filteren. Ik heb hem ook gewoon openstaan, dus dat zou ik laten zien. Ja, als ik een node query doe met filter op condities, een paar velden erin, type, article. Ja, account, dus het geeft een aantal terug uit de lijst, dan krijg je entities. Per entity hou ik op entity ID. Als de entity een node is, dan wil ik ook titel en de entity owner hebben, of de auteursnaam dus. En voor node articles wil ik ook de comments hebben, of het aantal comments. Dus ja, ik heb een beetje idee wat er dus mogelijk is met standaard GraphQL implementatie. Ja, ga ik even verder met de... Nou goed, viel dus eigenlijk wel mee met vieze handen. Ondanks de waarschuwingen hebben we volgens mij een best wel bruikbare tool als het alleen maar aanzetten. Maar het is misschien niet voor alle use cases genoeg. En als we iets extra's nodig hebben, dan hebben we het over... dan moeten we eigenlijk resolvers gaan implementeren. Elk veld in de GraphQL query heeft natuurlijk een bepaalde input en een bepaalde context. En nou goed, daar moet in ieder geval een resultaat uitkomen. En dat resultaat wordt gegenereerd door de resolver functie. Ja, dus we hebben hier bijvoorbeeld het veld post. Nou, post heeft in dit geval de parameter last als argument, als input. En die geeft dan een lijst van posts terug. Nou, om dat dus te implementeren hebben we dan bijvoorbeeld deze resolver staan. Ik hem even opsplitsen in twee stukken. Het is gewoon een Drupal plugin. En met annotaties worden de eigen belangrijkste gegevens daarin gezet. Dus ID, secure flag, kom ik aan het eind van de presentatie op terug. Een naam, type, wat het teruggeeft, multi of het één of meerdere resultaten teruggeeft. En de arguments. De implementatie en in de implementatie staat een resolve values functie. Nou, die wordt gewoon aangeroepen op het moment dat daar waarde voor gegenereerd moet worden. Krijg je de input mee, ja, doe je eigen magic en geef het dan terug met yield. Dat is dus de generator syntax van PHP. Om dus zelf een eigen veld daarin te implementeren is gewoon niet zo heel veel code nodig. Eén class toevoegen en je bent er. Ja, ook bijvoorbeeld die comment count, daar kunnen we ook een resolver, of ze heeft natuurlijk ook een resolver nodig. Maar die heeft wel iets specifieks, dat die dus nu binnen een post zit. Dus de waarde van comment count is nu afhankelijk van de post waar die in zit. Nou, ook die waarde is beschikbaar. Dus als je in de resolver kijkt, dan heb je in eerste instantie de waarde. Dat is dus eigenlijk de parent, dus de post in dit geval. Dan krijg je de array met de arguments. Die heb ik iets meer gekort. C is dan context. Ja, dat heeft ze maar. Context is iets wat over alle queries doorgegeven wordt. Het wordt in principe gebruikt voor authenticatie, maar ja, dat werkt dan Drupal net wat anders. En I, dat staat eigenlijk voor info. Daarin kan je de hele query uitlezen, maar ja, in praktijk heb je dat eigenlijk nooit nodig. Als je dan in de GraphQL-module gaat kijken naar voorbeelden.
En dat zou ik ook zeker doen als ik ermee aan de slag ga. Dan kom je wel heel vaak deze tegen. En de wijven. En de wijven is niet, eigenlijk niet een thema uit GraphQL, maar dit is specifiek voor de Drupal implementatie. En de wijven die genereert dan alle mogelijke configuraties voor dit veld. Stel bijvoorbeeld dat je, ja, je hebt bijvoorbeeld een node, maar node heeft altijd een empty ID en altijd een empty label en altijd een empty bundle. Maar er is maar één resolver die dat veld teruggeeft. Maar er hangt dus wel een derivative aan om alle variaties die er zijn te genereren. En dat is ook vooraf nodig om dus een volledig schema te kunnen, aan te kunnen bieden. Dus dan, ja, ik ga het verder niet zo heel ver uitleggen, maar er zijn echt zat voorbeelden in de module zelf om dit te vinden. En ja, je komt het gegarandeerd aan tegen, dus dan weet je in ieder geval ja, waar het voor dient. Ja, tot slot nog even een echt heel belangrijke tip als je aan resolvers gaat werken. Implementeer ze één voor één en zorg dat je namen en ID's altijd goed overeenkomen en compleet volgens conventies zijn. Want op het moment dat het niet zo is, ga je gewoon vage foutnamen terugkrijgen. Dus dat is echt wel, ja, als je dan toch ergens vieze handen wil krijgen, dan is het daar wel. Ja, die bugger daarvan is niet altijd even makkelijk, omdat de foutmeldingen niet heel behulpzaam zijn. En dat heeft misschien wel een beetje te maken met de implementatie van de PHP-implementatie van GraphQL, de library die ze eerst gebruikten. Nou zag je net al in de laatste release dat een andere library is gebruikt. En dat, ja, dus misschien dat het daar beter in is, maar dat weet ik eigenlijk nog niet. En de GraphQL resolvers worden altijd behoorlijk goed getest. Maar tijdens ontwikkeling is dat soms een beetje lastig. En het is handig om dan gewoon die JSON encode ergens in te zetten. Waarom? Omdat als je dan in GraphQL je resolver gaat testen, dan krijg je gewoon die args RW terug. En dan kan je gewoon nog een keer je code aanpassen en klik je nog een keer, krijg je het direct terug. Als je hem gewoon door laat gaan, ja, dan wordt het weer gecast. Dan moet je eigenlijk weer cache clearen. En ja, maakt het gewoon dat het net wat trager gaat om die resolver te ontwikkelen. Dus dit zijn in ieder geval twee tips die ik even mee wil geven op het moment dat je daar dus mee aan de slag gaat. GraphQL is niet alleen maar om te schrijven of om te lezen, het is ook om te schrijven. En het terugschrijven van data, dat noemen ze in GraphQL mutations. We hebben bijvoorbeeld deze mutation, je ziet ook vooraf hier staat mutation en dat wordt, in een andere query stond hier niks. Dat is eigenlijk dan niet een default query, dus er staat eigenlijk al een query op mutation. Ja, het getPost is de functie die we hebben gedefinieerd. Daar geef ik een input variabele mee, met daarin de data voor de post. En dan kan ik ook weer de velden uithalen op dezelfde manier als ik het uitlees. Dus ik kan precies dezelfde velden gebruiken. Deze mutation is natuurlijk, hier heb ik de waarde vast ingezet. Ja, voor mutation is het natuurlijk een beetje raar. Want die input komt natuurlijk van je gebruiksinput. Dus je wilt natuurlijk wel parameters mee kunnen geven. Nou, dat kan op deze manier. Die zet je dan achter de query, of achter die, gewoon bovenaan waar je query begint. Daar specificeer je dan de parameters. En die variabelen kan je dan weer in de query zelf gebruiken. Nou is het de GraphQL mutation module, die zit ook als onderdeel in de GraphQL module. Die werkt met de rewrite een beetje matig. Hier ga je gewoon bugs in tegenkomen. Dus dat is, ja, op dit moment is eigenlijk mutations in Drupal niet stabiel genoeg om te gebruiken. Dus dat, ja, dat is wel even iets wat gewoon belangrijk is om nu rekening te houden. Ik verwacht dat het wel... Ja, ik bedoel, er wordt hard aan gewerkt, dus het zou een paar maanden misschien wel helemaal goed werken. Maar op dit moment is het gewoon eigenlijk niet stabiel. Laat ik ook nog heel even de implementatie zien in Node.js. Zoals ik eerder al aangaf, dat is dus de implementatie die, of tenminste op basis van de library die Facebook zelf heeft geschreven. Maar daarbij gebruiken we ook, in ieder geval, Apollo library, komt zo terug.
daar beginnen we iets anders. Waar we in de Drupal-implementatie alle, alle velden in Drupal-plugins schrijven, gebruiken we de Schema Definition Language. Dat is ook onderdeel van de GraphQL-specificatie. En daarin definiëren we alle types. Dus de type query is de route, de query. En daarin hebben we dus bijvoorbeeld de velden post en post. Ja, dan heb je ook een type post, dat is wat daar teruggegeven wordt. En dan heeft de velden ID, daardoor body en auteur. Een auteur is ook weer een apart type met ook een naam erbij. Nou, dat kunnen we dus zo opschrijven. En vervolgens moeten we daar dan de resolvers bij gaan bouwen. Dus als dit de query is, dan hebben we dus... die is eigenlijk zelfstructuur, query, dus een query-object. Post is dan post-property in dat object, is een functie. Dit is wel weer geldige ESS, syntax voor JavaScript-functie. Dan doen we met post precies hetzelfde. En wat we hier eigenlijk zien, is dat de velden ID, daardoor body, direct teruggegeven worden vanuit de post resolver. Dus het is niet nodig om dan aparte resolvers te schrijven voor simpele velden waar eigenlijk helemaal geen processing aan vast zit. Maar dat is natuurlijk wel specifiek zo voor de JavaScript implementatie. Dit is volgens de boilerplate code. Dit is eigenlijk alles wat je nodig hebt om een volledig server te hebben. Behalve dat dus hier dus die schema definition language invullen en daar het object van de resolvers. Deze op basis van Express, HTTP library. Apollo Server Express en Apollo Server is eigenlijk de meest gebruikte library om GraphQL servers te bouwen in Node.js. En GraphQL Tools is dus meer de Facebook implementatie, die snelle library dat dus eigenlijk voor die Apollo Server dan weer gebruikt wordt. Dus ja, ik laat het even zien omdat... om eigenlijk gewoon te laten zien hoe makkelijk het eigenlijk is om ook een servertje op te zetten. Dus ook al zou je het niet met Drupal gebruiken, Joe wil het ergens anders gebruiken, of misschien omdat de mutations misschien niet stabiel genoeg zijn, whatever wat je reden ook is. Dus het is echt wel vrij makkelijk om het te implementeren. Wil ik nog even iets verder vertellen over de GraphQL-types? In eerste instantie heb je scalar en object types. Scalar types, gewoon strings, booleans, ints, float en ID. ID is eigenlijk gewoon een string, maar dan is het wel een apart type om aan te geven dat het een ID is. Maar voor de rest is het gewoon een string eigenlijk. Maar objecten, het is niet een algemeen object type. Dus objecten moeten altijd gedefinieerd worden. Dus je hebt type post en daarin definieer ik welke velden er zijn. Dus dit zijn eigenlijk ook de JSON types. Mis ik er dan nog één? Twee? Nee? Niemand? Array'tjes misschien? We hebben dus ook de list type. Nou, dit is ook geen array type, maar lijsten die definiëren we dus door dat tussen teksthaken te zetten. Dus een lijst van strings of een lijst van postobjecten definiëren dus op die manier. Dus je kan niet een lijst hebben met willekeurige objecten, dat bestaat niet in GraphQL types. Nou, er is eigenlijk nog één JSON type wat er niet in zit, dus namelijk de nul. Nul is ook geen type in GraphQL. Het is wel uitgetekend, die zag je in eerder voorbeeld misschien ook al. Uitgetekend is de modifier om te zeggen dat het niet nul mag zijn. Dus dus een array met strings wat geen nul is. En als het uitroepteken niet aan staat, is het dus een optioneel veld. De arrays, de uitroepteken kan je nog verschillende plaatsen neerzetten. Want dat hij niet nul mag zijn, wil niet zeggen dat de array niet leeg mag zijn. Dus alleen A is niet geldig, geef het eerste voorbeeld. Het tweede voorbeeld zeg ik, hey bar, zo object mag niet nul zijn, maar de array zelf
kan dus wel nul zijn. Dus alleen C is niet geldig. En je kan dus ook combineren en dan is dus alleen B en D geldig. Het is wel zo dat je dus nog steeds geen validatie hebt op het aantal elementen. Dus in standaard kraftwieltypes kan je niet valideren, deze dit is een array met minimaal 1 en maximaal 10 elementen. Dat kan je niet aangeven. Dus de manier waarop je dat valideert is nog wel weer afhankelijk van de resolver. Dus in principe zou je dus in het begin van de resolver nog steeds de input moeten valideren wat je niet kan doen in een GraphQL schema. Je mag er wel van uitgaan dat wat je in een GraphQL schema hebt gedefinieerd, dat ook gevalideerd wordt en dus op die manier binnenkomt. Dan hebben we eigenlijk de object types, maar stel dat je bijvoorbeeld het type hebt, post, en heeft een ID-veld en een body-veld. En het heeft altijd een ID naar body-veld te liggen. Op het moment dat je dus een nieuwe post wil maken, dus een add-post, dan kan ik niet een ID meer geven, want die bestaat dan op die body. Dus dan heb je een apart type nodig voor de input. En dat heet dan GraphQL een input-type. Het is al zo gescheiden dat het ook een aparte implementatie heeft. Dus je hebt type en je hebt input. En als arguments van een mutation veld mag je niet eens een type gebruiken. Dat wordt niet geaccepteerd door de library. Dus er zit echt een strikte scheiding in input types en types die dus gebruikt worden om te lezen. Het resultaat van de mutation is overigens wel een standaard type. Ja, dus dat is natuurlijk iets wat uitgelezen wordt en het is geen input. Dan even kort. We hebben ook nog een enumveld. Spreekt eigenlijk voor zich. Enumeratie. En we hebben ook interfaces. In Drupal hebben we bijvoorbeeld een interface entity. En dan hebben we ook een type node dat implementeert een entity. En een type node article implementeert weer de type node. Het werkt eigenlijk een beetje als... niet als object-georiënteerde interface, maar het werkt eigenlijk als object-georiënteerde abstracte klassen. Want een node heeft namelijk in dit geval ook een ID en een bundel. En de title-veld wordt daar dan weer aan toegevoegd. Dit zagen we dus net ook al in het voorbeeld. Op het moment dat je dan de node-by-ID-functie gebruikt, het veld, dan komt daar in ieder geval een node terug. Maar het is niet verder gespecificeerd in het schema wat voor node dat is. Het kan in principe elk type zijn. Maar ik kan wel hier entity ID zeggen. Een entity ID is namelijk een veld op het node-object. Maar body is niet per definitie op iedere node beschikbaar. Hè? Maar wel op article node. Dus als het een article node is, dan wil ik ook body hebben. Dus daar is deze syntax voor. En op die manier kun je dat nog steeds valideren dat je geen velden bepaalt die niet bestaan. Als je dat zou doen in de GraphQL, krijg je dus ook echt daar wel een fout op. Dan heb je tot slot ook nog custom scalar variabelen. Die hebben een eigen implementatie voor de validatie daarvan. Ook daarvan zijn een paar voorbeelden beschikbaar in de GraphQL-module, onder andere voor datum. Maar wat zijn nog meer voorbeelden van custom scalar variabelen? IP-adres bijvoorbeeld, in ieder geval gewoon één stuk, één object of één waarde, wat ook gewoon als één waarde behandeld wordt. En één voorbeeld daarvan is ook JSON. Dat is misschien een beetje een rare variant daarin. Maar als je dus een custom object, waar je, maakt niet uit, willekeurig alles in moet kunnen schieten, dan zou dat een scalar variabele zijn. Die zit niet in een Drupal-implementatie, maar zit ook niet in een standaard GraphQL-implementatie. Zijn wel libraries van te vinden op GitHub. Maar dat is een beetje raar ding. Dat heb ik eigenlijk al verteld. De extra validatie doe je dus in de resolver, als het dus niet in type zit. Maar er zit wel... GraphQL is nog steeds in ontwikkeling en is ook een voorstel. Dit voorstel kreeg best wel veel upvotes, dus het zou goed kunnen dat dit er ook een paar maanden wel in zit. En dat is om eigenlijk decorators toe te voegen aan de velden in het schema. Dus een heel bijvoorbeeld zeggen,
kan ik extra gradatielengte, minimaal 6, maximaal 14 en dan kan ik ook een duidelijke foutmelding meegeven. Ja, one of moet dus of dat zijn of een ander type. Ja, dan of, ja, one of is eigenlijk een enumeratie. Ja, goed. Hoe dit zich gaat ontwikkelen, dat zal nog blijken, maar dit is wel iets wat er dus aan zit te komen. Er wordt zoveel over gediscussieerd dat de inputvalidatie zeker uitgebreid zou worden. Nou, het zijn nog een aantal conventies die we hebben in GraphQL. Ten eerste voor de crypto-operaties. Kijk, hier hebben we dus create post, update post en delete post. Het spreekt eigenlijk voor zich, maar dat zijn de standaard namen die gebruikt worden. Maar het is niet zo vastgesteld in standaard. Dus je zou net zo goed maak een nieuwe post aan als naam kunnen gebruiken. Het is niet vastgesteld in standaard. Het is maar net hoe je dat implementeert. Ja? Je hebt ongeveer 5 minuten. De CRUD heeft ook een input variabele. En de vraag is eigenlijk, waarom doen we nou die input variabele? Waarom hebben we niet title en body als input? De reden ligt eigenlijk in front-end implementaties of in mutations. Als je mutations schrijven en title en body zou een apart veld zijn, dan hebben we dat ook als aparte parameters staan in de query. Je kan je natuurlijk voorstellen dat nu maar een paar velden, maar op het moment dat je iets nieuws toe wil voegen waar 40 velden in zitten, krijg je natuurlijk een hele lange query. Dus die moet je dan weer aan gaan passen op het moment dat je veld toegevoegd of weg gaat halen. Dan ziet dit er gewoon net iets schoner uit. Dus dat is eigenlijk de reden dat we dat zo doen. Maar ook dat is gewoon een conventie. Net zo goed met filters, filterargument. Dus een object, dus ook dat object heeft weer een eigen type. Type postfilters, kun je dan de velden waar je op kan filteren. De sortering ook. Dat zie je eigenlijk als je met grafieken wel daar zelf een query gaat schrijven. Dan zie je ook al die velden terugkomen. Dus je weet precies waar je op kan filteren. Terwijl je hoeft dat verder niet te gokken, want het staat gewoon uit de compute. En dan klik je erop en dan krijg je gewoon de documentatie erbij. Paginanummering is ook zoiets. Offset en limit wordt natuurlijk in Drupal ook zo geïmplementeerd en gebruikt. In Facebook voorbeelden zou je dit echter niet voorkomen. Dan gebruiken ze cursors. Het voordeel van cursors is natuurlijk als je heel veel toegevoegd wordt aan de lijst en je zou op de tweede pagina klikken, dat je dan ook echt de items ziet die erna komen. Weet je, daar zijn hele discussies over. Daar kun je net zeker wat over vinden. Dus eigenlijk komt het op dit neer. Het is GraphQL is eigenlijk best wel een eenvoudig model. Niet alles is vastgelegd hoe we dat gebruiken. Het geeft dus ook gewoon de vrijheid om dat een beetje aan te passen aan je applicatie. Dan als laatste wil ik nog even over iets over security hebben. Ten eerste instantie hebben we in de Drupal module gewoon authenticatie door middel van Drupal Session. Ook anti-access wordt gecheckt. Dus je kan niet door die API aan te zetten ineens nodes ophalen die niet gepubliceerd zijn. Wel van voorbeeld admin natuurlijk, maar anders niet. De secure flag, dat is eigenlijk een boolean die je bij de resolver opgeeft. True of false, en als je true is, dan is het veilig. Dat is niet zo. Het is ook geen standaard GraphQL dingen specifiek voor de Drupal implementatie. En het idee daarvan is dat je dus wel aparte velden toe kan voegen. Die je niet voor iedereen beschikbaar wil maken. En je hebt een aparte permissie nodig om die velden dan uit te mogen voeren. Vervolgens heb je ook een permissie om het uitvoeren van arbitraire queries. Dus dat wil zeggen dat je dus zelf een query kan maken die stuur je op net server en die gaat dat verwerken. Wat is nou het probleem daarbij? In principe zou je natuurlijk een slow query op kunnen sturen. Dus post met limit 100.000, gaat er 100.000 posts verhalen? Zo is het misschien wel geïmplementeerd.
nog erger wordt het als ik dan ook bijvoorbeeld van auteur ook een postveld heb en ik kan dan de post van die auteur ophalen. Als ik dat namelijk kan doen, dan kan ik dit namelijk ook doen. Dus ja, dan krijg je natuurlijk een query die niet zo leuk is voor het server. Ja, er zijn natuurlijk eigenlijk verschillende manieren om daarmee om te gaan. Je kan de diepte van de query limiteren, dus post is dan het eerste niveau en daarin zit auto het tweede niveau en het post derde niveau. Ja, goed. Dek niet alle scenario's af. Kan me limiteren op totaal aantal velden, maar ja, goed, nog steeds die limit 100.000. Zou je dan steeds niet filteren. Nog complexer, je kan de kosten uitrekenen. Dus dat wil zeggen, als voorbeeld je, ik haal 10 posts op en dan wil ik daarvan uit, een post is één object wat ik ophaal. Dan hou ik een relatie voor de auteur op. Dus ik heb 2 objecten die ik ophaal per post. Nou, keer 10 is dan heb ik een kost van 20. En dat zou ik natuurlijk kunnen beperken. Eigenlijk heel pragmatisch ook de uitvoertijd beperken. En als laatste oplossing alleen vooraf bekende queries toestaan. Ja, dat is natuurlijk niet altijd handig, want Facebook met heel veel third-party applicaties, gaat het niet echt werken. Maar als het alleen maar voor je eigen applicatie wordt gebruikt, is het wel zeker goed toepasbaar. Het is namelijk ook iets wat in Drupal ook geïmplementeerd is. Ja, dan gebruik je eigenlijk, zoals het in GraphQL heet, persistent queries. En dit is wat je normaal opstuurt naar de server. Dus dan heb je query met de variabelen. En in plaats daarvan sturen we alleen nog maar. We maken eerst een query map. Het is een JSON-object. En dat geeft dan een nummertje voor iedere query die beschikbaar is. En dan stuur je volgens dit naar de server. Dus er staat alleen maar ID 1 met die variabelen. En de server weet dan: oké, query 1, dat is die. Ook het uitvoeren van arbitraire queries vereist weer een aparte permissie. Dus als je die permissie niet geeft, dan is alleen deze optie toegestaan. Dus dit mechanisme is gewoon in Drupal ook toepasbaar. Ja, er zijn ook nog verschillende libraries beschikbaar, waaronder persist GraphQL, waarmee je die query map uit je source code kan halen. Dus ook dat is iets wat je gewoon in je build mee kan nemen. Dus dat was het eigenlijk. Zijn er nog vragen over? Ja, kan je met zo'n Je kan dus wel de naam aanpassen. Wel, dus zou even de. Dit kan wel. Kijk hoor. Kijk, ik kan wel op die manier die naam aanpassen. Dus ik heb nu wel ook ASDF meegaan. Wel, dus dat is eigenlijk de enige vraag die je hebt. Maar het heeft ook een functionele noodzaak op het moment dat je natuurlijk meerdere keren hetzelfde veld, maar dan met andere namen verschijnen. En dan wil je dan moet je dat niet zo. Je kan het alias zijn, maar je kan het niet ergens anders in de structuur zetten. Dus niet betalen. Dat kan een bepaald iets voor je altijd om het veld niet te hebben. In principe kan het natuurlijk als je wel op een entity. Ik ga even inbreken. Er wordt zo meteen een groepsfoto gemaakt om 4:00. Dus ik denk dat ze zo meteen wat vragen kunnen stellen. Maar ik zou misschien ook even een foto willen meemaken. Dus ik denk eerst even applaus voor Maurits. En de foto wordt buiten genomen als je hier naar staat. En zo om 4:00 genomen worden. En mensen nog iets zijn vragen die. Daar blijven.